Welkom bij aflevering 0 van de podcastserie Hier is het gebeurd. Een serie die hoort bij het gelijknamige boek van journalist-auteur Ad van Liemt en landschapsfotograaf Rolf Baas. Zij brachten 50 plekken in beeld waar tijdens de Tweede Wereldoorlog iets bijzonders is gebeurd. Het zijn plekken om bij stil te staan. Luister naar een korte impressie van wat je in 5 afleveringen van deze podcastserie kunt verwachten. Dus die heeft tijdens die kerkdienst, of toen de paniek daar uitbrak, haar een manteltje aan hem gegeven en ook een kapje op zijn hoofd. En hij is tussen 2 oude vrouwen in, verkleed, strompelend, die kerk uitgelopen. En zo langs de Kruide Polizei gelopen. En is achterom naar zijn fiets en is als een speer weggefietst. En je moet het verhaal weten om je te beseffen wat hier is gebeurd. Ik vind het een fantastisch beeld en de gebalde vuist die de machteloosheid aangeeft, die komt zo krachtig over dat je bijna zou denken, dat kun je alleen maar gemaakt hebben zoals je het ook hebt meegemaakt. Kijk, als je namens voort was, was er maar 1 ding wat je wilde om daar uit te gaan. En zij gaat er naartoe om te blijven. En ze is er ook gebleven. Ze heeft gezegd, ga je niet meer weg. Wat een moedige vrouw. Ja, dat is ook echt een heldin. We hebben steeds nu plekken besproken waar je, als je het niet zou weten, waar je zomaar voorbij zou lopen. Hè? En eigenlijk is dat misschien ook wel de lading van dit project. Ja, er is eigenlijk geen stad zo enorm geschonden als Arnhem in die laatste oorlog. Helemaal leeggeplunderd. Hè? De Duitsers hebben echt tot de grootste kastjes. Ze hebben echt alles leeggestolen en leeggeplunderd. Ze hebben na de oorlog nog heel lang trolleybussen van Arnhem in Düsseldorf rondgereden. Dus echt alles is gestolen. Je kunt de 5 afleveringen beluisteren via de website van de uitgever wbooks.nl. En ook via de bekende podcastplatforms. Maar het is natuurlijk nog veel mooier om de foto's zelf te zien en het vrij vormgegeven boek te lezen. In het boek staan ook bij alle plaatsen van herinnering de coördinaten en die maken het makkelijk om de betreffende plekken te vinden. Ik ben Margriet Vromans en ik hoop van harte dat je de serie wil gaan beluisteren.